Denzel, welkom in Friesland. Uh, hoe voelt het om hier te zijn? Ja, voelt goed. Het heeft even geduurd, maar uh, ik ben blij dat ik eindelijk hier kan, uh, ja, kan zijn bij deze club. Wat is je eerste indruk? Goeie indruk. Mooi stadion, mooie kleedkamers. Uh, de rest ziet er ook allemaal top uit. Dus uh, ja, wat ik zeg, blij om hier te zijn. Hoe zou je jezelf uh, omschrijven als speler zijn? Ik denk dat ik een uh, redelijk felle rechtsback ben. Ik hou wel van stevige duels en uh, van man gewoon echt uitschakelen. En aanvallend wil ik gewoon uh, mijn steentje bijdragen bij Heerenveen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ik in het systeem pas van Jereveen. Waar zou jij jezelf nog in kunnen ontwikkelen? Het uh, aanvallende, dat heb ik bij Aarde uh, Den Haag heb ik iets minder laten zien. Heeft ook te maken met hoe we daar speelden, maar ik hoop dat ik dat hier weer drinken kan brengen bij Jereveen. Uh, hoe kwam het contact met Jereveen eigenlijk uh, tot stand? Dat is al een tijdje geleden. Dat uh, werd van via Case, denk ik, de richting mijn uh, zaakkening uitgesproken. En uh, ja, die lieten merken dat ze geïnteresseerd waren en zodoende. Ik heb met kees heb ik al uh, één keer samen mogen werken bij Nederland zelf Elftal vroeger, dus ja, dat contact was ook wel makkelijk. En waarom uiteindelijk gekozen voor Heerenveen? Want er waren meer clubs in de race. Klopt, maar bij Heerenveen heb ik het beste gevoel gehad. Ik denk dat ik me hier goed kan ontwikkelen als ik kijk naar de voorgangers die hier ook uh, hebben gespeeld op de left positie. Denk ik dat ik me hier ook het beste kan ontwikkelen verder. Inderdaad, als we het over de voorganger hebben, hebben aardig gespeeld, ook in Heerenveen. Ken je hem toevallig? Ja, ik, ik heb ook samen met niet samen gespeeld bij uh, Feyenoord, maar hij speelde een team hoger dan ik, maar. Ik ken, hem, ik ken hem zeker wel. Ja, ja. Wat voor contract ga je tekenen? Ik ga een vierjarig contract uh, tekenen bij Heerenveen. Dat spreekt voor mij heel veel vertrouwen uit vanuit de club. En uh, ja, ik ben blij dat ik uh, voor zo'n lange tijd bij uh, Heerenveen mag uh, tekenen. Sluit je al direct aan bij de selectie? Als het goed is wel. Ja, als het goed is wel. Dinsdag, dus uh, morgen. Ja. Uh, op naar uh, heel veel mooie wedstrijden hier in het ABLES-stadion. Yes. Ja, absoluut. Ik ga, ik ga mijn best doen.